Ja, soms dan voelt hij ineens dat we tryhard zijn, andere keer heeft hij er geen moeite mee. Nee, klopt, ja, het vind ik niet. Ja. Shit, hij was dus naar Colorado gegaan, naar de mountains en shit. Ja, en, ik zou... hij komt terug van dingen en in één keer is zijn dingen van hem overleven. Kast het. Dat is amazing show. Jolly good show. Hollywood is niet echt. Hollywood is niet echt goed. Amazing show en Yoba One KP. Ken ik niet, denk ik. Hij heeft wel tryhard allemaal, maar ring net per great sword. Ik denk dat hij dan wel switcht op de deur als hij ziet dat ik niet. Chance. Arfortissimo. Maar ja, nee, klopt. Ik kan begrijpen dat het een hele lage rating heeft. Omdat, kijk, het zijn nieuwe characters, het is een reboot in principe. Kijk, ze zeggen dat het... Huh? Wat? Ze zeggen dat het op Fortnite lijkt, maar dat is die... Yeah. Dat is die trailer lijkt daarop. De game zelf lijkt gewoon op Saints Row 3 Remastered. Is dat een glitcher? Ik hoop het niet, want dit had hij net niet aan. Hoe komen we erachter als er zijn teamgenoten zijn? Hij had er net lap helm op en... Oh god, het kan niet erger. Oh my god. Ja, ik denk... Als hij dat gaat doen... Ja, wacht, hij is teruggeswitcht. Maar als hij met echt met die spels... Ja, laten we zijn dingen even in de gaten houden. Als hij met die spels gaat cheaten, kun je hem beter kicken. Want anders gaat iedereen wegjagen. Ja, misschien kennen ze... Kennen ze, yo... Die welcome is zo taunty, hè? Come and see. Ik ga dan niet glitchen met die spells in ieder geval. Er is nog zo'n dragon faggot. Ja, als ik dat zie, dan als ik dat zie, dan denk ik gelijk dat het een glitcher is, hè? Ik ben ook die Joba, die heeft het in ieder geval wel vaker gedaan, dat sowieso. Ja. Ik snap zijn setup alleen. Ik ken geen één van deze drie. Ik ook niet. Alleen die Dragon Form vertrouw ik echt niet. Nope. Zie ik daar iets met Frostbite? Nee, nu niet meer volgens mij. Viel voor de holostruk in de boek. Ik ben er even niet. Oh shit. Dragon Faggot is een tryhard. De hel raakte mij. Ja. Kanker op, jongen. Ik raakte hem zo hard, hè. Huh? Oké, Fire Surge. Nice. Goed zo. Is het weg? Ja, het was volgens mij legit, kerel. Ja, het was legit. Want je zag het weggaan als hij dood was, hè? Ja, ik maak wel even een video. Hier is die... Oké, wacht. Oké, hier ganken we hem. En dan in één keer is al zijn HP weg. En dan gooit iemand met... Ja, hij is legit. Ja, ik dacht wel dat ik het weg zou gaan. Even die andere giants lopen. Great. Dat is... een van die drie van net, maar ik weet niet wie.
9 kruiden volgens mij. Dat is de laatste die. Dat is een Aldridge volgens mij. Klopt, het was de laatste. Oh nee! Cavendish 05. Al die Claymore fate. Oh, heb toch geduld? Oké, ja, hij wil dat we. Brief beeld. Oh god, Elring fanboy. Kijk die damage proportion die jij doet vanwege hij. I like the heavy day. Ik wil hier niet, in ieder geval niet beneden vechten. Nice, Steven, hè? Met de ring naar per gate zo. Ja, als je geen CS's hebt, kan dat wapen heel irritant zijn, hè? Ja. Nou, bleedbeeld komt eraan. We hebben bleedbeeld en kick. Voor mijn neus. Breek mijn rug, zag je dat? Beetje. Oh, daar is hij. Recht voor onze neus, achter zo'n giant. Echt een kutkleur, want soms kan je het echt niet zien. Ja. Hij wil niet vechten. Ik denk dat hij liever even wacht. Ah, yes. Oh, en dat is Cavendish, die hebben we nog niet gehad. Ja, Titanite namelijk. En Braves en Peter. Waar blijft Bleedbeeld met zijn Rivers of Blood? Ja, de Eldering Fang zit er. Jongen! Ik heb gewoon geduld. Volgende keer als we hem zien, slaan we hem totaal los. Yep. Cavendish 05, onthouden. Cavendish, ik weet niet wat dat echt woord is. Ja, dat is gewoon een naam. Oh. Ik weet het niet. Jongen. Jongen. Waarschijnlijk door die deze teamgenoot van ons. Kom aan de Silver Knights. Wat te doen. Nee, dit zijn allemaal randoms, ik ken ze niet. En dan in één keer, shut the fuck up, Knight. En dan Cthulhu Dawn. En oh, kom maar door. Oh, hij is hier. Zo gevaarlijk is hij niet. Nou, hij wil meestal altijd met zo'n teamgenoot 1v1 volgens mij. Ja. Dat is hij. Hij kilt zichzelf. Oké. Blijkbaar. Ik weet niet of hij bang was of gewoon geen zin hoor. We will never know. What the fuck. Oh, de spant erin beneden. En weer. Gooi een vuurpotje. En dus kerst. Oh, Stately Honey. You're proud of yourself. Volgens mij die leaf meestal, denk ik. Of was dat alleen in Ring City? Nee. Oh, hier heb je er een. Mage. Nog één. En dat shoe. Jongen! Nee! Oh my god, zijn allebei Joba heeft het net overleefd! Hoe de fuck? Oh, net op de rand. Net op de net rand. Net op die rand. Oh, dat is Stately Honey. Kerel mag ons niet. Whatever. Whatever. Wat? Geripost of zo. Hij leeft nog. Hm.
Niet lang, denk ik. Huh? Oh, je hebt echt zijn leven gered. Jongen. Hoe? Oh. Twee man met fire surge op hem. Trouwens. Hij die fucking Yoba dankt ons geen eens. Loopt gelijk weg. Ja. Dat jullie allemaal sowieso niet moeten achterlaten in de eerste plek. Hij sprong zelf naar beneden. Ja, dit was een... ja, dit zijn allemaal randoms, jongen. Ik ken ze niet. Wat? Oh, even jullie. Ah, there you are. There you are! Mage. El Diablo Berdo. Beardo. Ik denk dat dat gewoon beard moet zijn, maar dan... Oh, kijk die Triarch sprong. Oh. Ja, ik ben ook beneden. Oh, hij gaat hier beneden. Hij gaat hier nu. Ja, hij komt naar boven. Ah. Geen fan van sci-faggots, man. Oeh, Pontiff. Kan je dat parryen? Nee. No. Komt er nog één? Ik dacht dat dat alles was. Ja, hij is legit, je ziet hem weer veranderen. Ja, klopt. Ik snap niet waarom hij zo speelt, hoor. Als wij... Kijk, als het allemaal randoms zijn, het gaat nu echt heel makkelijk. Maar ja, dat komt omdat het allemaal randoms zijn. Maar dat is wel een goede comeback tot nu toe. Ja, weet je wat grappig vind? Die gasten spelen allemaal met dat Dragon Armor, weet je wel, geen enkele resistance. Maar daar hebben ze waarschijnlijk wel ergens iets ingestopt voor heel veel damage. Maar als je nou gewoon een beeld zoals ik heb, ik bedoel als host is dit een goede beeld. Alleen ik heb dan niet zoveel HP als jij. Jij met je 1900, ik heb 16,5. Waarom zo'n groot verschil? Hoe kan dat? Ja, dat weet ik echt niet hoor, maar ik heb niet veel in HP zitten, maar 39. Ja, ik 45. Dat zou toch niet zoveel moeten schelen. Ja, maar heb je nog wat andere ringen aan dan ofzo? Ja, gewoon Life Ring, Ring of Favor. Ja, Life Ring heb ik niet aan. Oh. Als ik die aan doe, heb ik in één keer 1800 HP. Ja, dat is wel handig, maar fuck dat. Bleed Build. Die gaat weer leven waarschijnlijk. Ja. Maar één keer mislukken en dan leave. Waarom zo slaat het nou? Het mislukte geen eens. Een keer had gewoon geen zin. Ik zou volgende keer iets meer wapens denk ik hierin doen. Oh ja, Demon's Car gebruikt ik op de andere kant. Correct, en dan met die Triarch Dragon Armor. Die Black Flame. Correct. Hm? Met die Black Flame. Correct. Demon's Car. King Irritant. Oh, oké, zo is de tijd. Ja, hij heeft hem ook. Wat? 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 Schitterend schild. Hij denkt dat gaan we beschermen tegen Ring Nightmare Gates voor. Dat is mijn anti-dingen ervoor. Waar is Bleed Build? Is dit Bleed Build? Nee, achter je. Oh, ja, wat? Look at die damage!
Dit is echt een noob. Ik heb niet eens wat gedaan. Goed zo, bleed build. Ik ben zo meteen met poke glitch. Nee, dit is hier echt te dom voor. Oh, dat was bleed build. Dit? Ja. Oh ja. Waar is de Arsantomino, die kerel met dragon armor dan? Strange. Ik zat hem echt de hele tijd op de healen, tot het moment dat ik zeker wist dat ik hem kon raken. Want hij februnde niet. Ziet dat nou wat gedaan dat hij grotere kans had? Ik zou het niet oppakken. Ja, hij doet het ook niet. Garbage. My eyes playing tricks on me. Ik vind het grappig, als ik ze gewoon, terwijl ze nog een lock-on op je hebben, zie ecstasy suppen, dan zeg ik, dat is een scrub. Die probeert geen eens ecstasy cancel, dan weet ik dat ze een scrub. Ja, noem. Daar kun je het wel echt aan herkennen, jongen. Oh, ik zag het eigenlijk al van ervoor, want wij hadden hem daar in die hoek en hij ging die L2, R2 doen met de Nightmare Gate soortje, ja. Het is rustig vandaag, vooral het zaterdag is. Kijk, en als ze er zijn, zijn het alleen maar randoms. Ja, Rick Grimes is aan het spelen, dus misschien is het populair in City. Fucking veel mensen hebben al geliefd vandaag. Ja, maar dat is altijd hier. Ze zijn allemaal fucking lieve, kom. Dat gebeurt, doen er heel veel altijd hier. Ik snap dat echt niet. Wat is het? Wat boeit er nou? Ja, like, ik snap het misschien als je constant bij die thirsty faggots komt, maar dat zijn wij niet echt, dus... Ja, waarom zou je het? We zijn zelf thirsty, want op het moment dat wij in de minderheid komen, dan pushen ze ook ons tot het uiterste. Correct. Oh, El Diablo Beardo weer. Ja, ik denk wel meer wapens in op de volgende keer in mijn inventory doe. Weer drie die ik niet ken. Hè? Oh, we zijn met z'n drie, waarom blijf ik dat doen? Ja. Yeah. Zie je echt niet of zo, hoor. Wie is de derde die er nog niet is? Oh, Beardo. Is er nog niet. Kan je dat zien als ik dit doe? Zo heen en weer stappen zo snel. Weet ik niet. Ja, het is toch geen retard, jongen. Ik denk het wel. Ik denk dat hij wel een retard is. Ik denk dat de teamgenoot hem gaat halen. Incorrect. Nu wel.
Fucking weirdo. Hé, hey, dat is... Oh, het is een mat. En nou is die andere weer weg. Wacht, ik zal het nog een keer doen voor die andere. Net als die, weet die, weet die kerel nou, Kummerdunker of zo. Oh, dat was een try-out voor me. Nee, die snapte helemaal niks. Dat was een complete noob. Oh, daar heb je hem. Dat was toch die Duitser? Oh ja, leave me alone! Laat mich allein! Oké. Okay. Eindelijk, let's fucking go. Wat? Mage? Achter je. Dat had ik gehoord. Ja, oké, okay, dan stel ik Diablo Beardo, dat verbaast me niet. Een 1000? Wow, dat. Oh, ik heb hoornetring aan. Ja, voor mij is hij die persie dood, hoor. Serieus, Joba gaat fab runnen. Jongen, wat een tryhard. Ik laat Joba maar doen dan, hoor. Ik ga hem niet helpen als hij gaat fab runnen. Nee, no. Dat is echt thirsty, man. Yep. Hij zit nu met 2 daar. En dat is zijn eigen schuld. Maar hij is een glitcher. Hij is beneden, hij is beneden. Stel je daar. Nog een veder hier naast me. TT Sami. Kom hier. Hij is in je... Oh nee, hij is er gewoon. Ik ben achter jou. Oh my... Dat is van hier. Oh my god. Bleep wel zo'n noob, jongen. Hoe dan? Ja. Jongen, Yoda... Joba? Oh, hij laat hem leven. Ja, Joba, dan word je echt geëerd, jongen. Dat was prachtig. Je gooit een fucking vestige. Hij dodgt en rolt eraf. Hij kan ons niet zien, hè? Waarschijnlijk niet, nee. Kan hij me wel horen? Toch maar even die laatste dodge, denkt hij. Ik bedoel...
Deze keer wil hij ook niet verder vechten, volgens mij toen hij alleen was, maar ja. Ja, nee, die bleed build, dan kun je merken dat het echt een noob is. Hij kent de geografie hier gewoon niet. Hij viel hier er vanaf omdat hij gewoon niet wist dat je dan dood bent. Maar ja, hij ziet ook niet waar die bedvestjes vandaan kwam, hè? Nee. Dus hij was natuurlijk helemaal geschokt. Wat? Hij kan op mijn plunge die invader waarschijnlijk. Oh, hij plunged op die... hij is dood. Hoe? Oh, die andere is dood. Oh, hij leeft nog. Huh? Nee, het is nou een 3 tegen 3. Nee, hij ontkwam net. Kerel, die Joba moet terugkomen. Echt. Ja. Yeah. Help, hij laat hem weer leven, hè. Rondom mij. Oh, ze zijn... Nee, sorry, ik dacht dat ze aan het vechten waren met jou, maar ze zijn met elkaar aan het vechten. Waar? Boven hier. Oh. Hier, daar zijn ze. Ja, ik zit... En hij killt hem nog ook. Ja, dat bijna zijn team in ogen raakt. Heeft die Joba hem nou gekeld? Oh, wacht. Ze vechten ook met elkaar. Nee, maar die zes... Die, deze gast gaat dood, en hij plunst op mij even zijn teringlaaier. Ja, waarom? Een plunge is gewoon een legit stuk van het spel. I know. Een keer had ik hem gewoon... Moet ik niet vechten met z'n allen, met die andere gasten. Het is een mage. Ja, ik plunge daar niet. Jongen, plunge express niet. Ja, ik dacht dat er val te kort zou zijn, maar helaas. Ja, je denkt dat altijd. Oeh, daar worden de Tony raak. Deze gast verdient even een applaus, want hij is godverdomme twee keer verslagen door die kerel. Hij heeft hem twee keer laten leven. Ja, maar uiteindelijk killde hij hem wel in zijn eentje. Nou ja, ja, eigenlijk in zijn eentje. Ja, maar ja, zelfsoorten zijn ook een beetje triest. Dus ook de hele tijd afwachten. Zelfsoorts zijn hetzelfde als Twin Blades. Of Twin Axes. Nee, want Zelfsoorts heeft een goede running L1. Ja, oké, okay, dat niet. Is wel zo. Maar het is ook vaak afwachten. Want. Ja, oké. Okay. Je wil die Punishing L1 attacks natuurlijk kunnen gebruiken. Oh, wat gaan we nou doen? Wat? Doet hij nou een fat roll? Wat? Knight unlootable. Dat is geen woord. Ja, maar loot is wel een woord. Ja, denk je dat ik dat niet weet? Ik dacht dat hij een prude was. Nee, maar dat betekent niet dat ik het woord... Sterker nog, dan weet je het woord alleen maar beter. Ja, eigenlijk wel, ja. That's loot. Maar ja, ik lees Shakespeare, dus ja. Serieus? Kijk daar. Ik moet heel eventjes toegeven, ik dacht dat er iemand veranderd was in een fucking groot object door mods. Is het woord confer een ander woord voor discussiëren? Wat? Ja, correct. Dat woord wordt gebruikt in die Saints Row game. Trouwens, er zijn drie main missies waar we een soort roleplaying dingen gebeurt. En daar spreken ze allemaal van dat oud Engels. Dat is zo fucking grappig, jongen. What ik red je leven, jongen. Deze gast heeft echt kut internet. Ik snap echt niks van zijn backstab. Deed ook geen damage trouwens. Yeah. Ja, kijk wat voor lagger het is. Die andere kerel neemt alleen maar slot op, want die is boven. Oh, hij komt naar beneden, zo te zien. Maar confer is niet zo heel oud, dat wordt tegenwoordig nog veel gebruikt. Ja, nee, ik bedoel niet, ik bedoel gewoon heel veel van die, zoals die en noem het maar op. Wat? Zoals die en Die, is ook, dat wordt ook zo vaak gebruikt. Wacht, trouwens, er is ook, waar kan je dat ook alweer toepassen, het woord dat,
TH volgens mij is dat. Dat kan je bijvoorbeeld bij heel veel dingen toepassen. Ja, ik weet even niet meer wat dat was. TH? Ja, T en de letter T en de letter H, zeg maar. Bijvoorbeeld have. Ik weet het niet meer. Douw, die, die. Nee, niet in het begin. Het is meestal het einde van het woord. Einde van het woord. Oh, ik snap het al. Refusive, acceptive, etcetera. Ja, dat ja. Ja, zulke dingen, ja. Dat werd er ook continu allemaal van gezegd. Ja, dat was eigenlijk best wel grappig. Dat is eigenlijk gewoon een vervanging voor... Normaal heb je S vaak aan het einde en dan is dat daar een vervanging voor. En bij sommige... Als het thou is, dan is het ST op het einde. En als het he or she is, dan is het... Oh god, alles TH. In de kruisboog. Trouwens, die ene ken ik, die... Ja, deze faggot, dat is volgens mij een lager. Hond en vier. Oh, hey. Die tracking is soms best wel kut. Daar komen ze, ze gaan tegen elkaar vechten. Serieus. Wow, kijk die lag hit daar van die teamgenoot. Kill hem, die moet echt dood. Oh shit, ik hier druk op de verkeerde knop. Nice. Daar, point down. Ik kan nog herinneren dat die echt irritant was namelijk. Ultra's gebruik je geen breed, maat. Gaf op. Het leek alsof je wou gaan disconnecten. Moet je maar gewoon vechten met ons in plaats van tegen elkaar. Oh, het is bleed build. Bleed build lijkt wel alsof hij hartstikke lagt en het heel lang duurt voordat hij ziet dat de invaders dood zijn. Ja jongen, hij had net een R1 op die Mr. Xanneus die echt totaal niet in de buurt was. Oh, dat is die ene die hem bijna killde, een paar keer. Oh, dat is diezelfde soort kerel. Ja. Met de hoed. Correct. Doe ook wel even op Wally. Ja, ik weet niet, beste defense heb je aan nou, hè? Ja, maar ja. We krijgen toch alleen maar noobs op dit moment, dus ja. Niet dat dat zo erg is. Ja, maar het is niet echt moeilijk tot nu toe. Nee, no. Wat zo korrel? Korro betekent unkillable. In het Japans. Nee. Daar balsam. Deels daarvan is ook Japans. Hmm. Oh, daar rechts van ons is er één. Oh, we zijn met z'n drie, hè? Correct. Nee. Twee, toch? Wat? Neem ons weer proud of yourself. Volgens mij zijn we met z'n drie hoor. Ik heb niet opgelet. Ik denk twee, maar goed, ik ben niet zeker. Ja, we zijn met z'n twee. We hebben toch die Wassocorro of zo? Dit is Wassocorro niet hoor. Nee, we zijn met z'n drieën. Oh ja, dan zijn we sowieso met z'n drieën. Ja. Dat doe je nog een keer. Ja, zit in mijn systeem. Wacht. Oh, hij zit daar. Is die nou echt zo pussy? Hij heeft twee teamgenoten hier. Waar is hij dan? Hij gooide een firebom. Ja, waarom zou je zo pussy zijn? Stroompotje, dat is zo'n grappige naam eigenlijk. Correct. Echt wel een pussy bitch. Wat zei nou dat Korro betekent? Korro is een andere manier van zeggen dat iemand unkillable is. Ja, nee, het is niet gek als je een killable bent als je jezelf niet laat zien.
correct. Ja, ergens een ding, hè. Noemen ze noemen iemand zijn... Een bepaalde groep mensen noemen iemand hun meester sensei, dus noemen ze hem Koro sensei. Dat betekent unkillable meester. Ja, ik weet wat sensei betekent. Mijn vader heeft dat uitgelegd. Wat? Ja, die zat op judo of karate. Oh of... ja. Oké, dan kan ik wel begrijpen dat sensei. Hi, ja. Sensei! Igemashi! Ja, die pussy durft niet. Hij zit volgens mij hier hoor, vijf keer. Waarom doe je dat? Hè? Je weet dat er drie zijn. Ik ga mee. Oh, ja, maar ja. Ja, fuck dat. Zullen ze aanvallen? Ik doe wel eerst even backen. Oh. Oh jawel, die heb ik wel natuurlijk. Nee, nou, niemand ziet het backen, want ze zijn allemaal weg. Ik val deze keer wel aan. Ik kom al wel iets terug doen. Ja, ga je vriendjes halen. Komt er iets terug? Heel. Ja. Heel. Wacht. Joh, gaat loopt hij? Ik wijs daarheen, dan denkt hij, oh, ik moet daarheen. Nee, ik wens aan jou, Mogol. Ja, kom, we gaan gewoon kijken waar ze zijn, want dit, fuck dit. Ze willen alle drie niet eens vechten. Nee. Ja, ik wou hem niet laten leven, omdat ik wil wachten op anderen, maar gewoon om een ander zo. Madder. Balsan. Waar is die andere faggot, jongen? Wat? Waar is Balsan? Oh. Oké, Balsan is ook naar beneden aan die andere kant, rechts. Ik ben boven, hè? Deels, ja. Wat zijn dit voor pussy bitches? Drie man en dan gewoon niks durven. Oh, Ian's. Is hij nou naar beneden gegaan? Mhm. Dit soort, ik snap dit niet, jongen, waarom je zo kan spelen, echt waar. Balsan zit links van mij. Wat? Waar is hij? Nou ja, hij is daar naast je, rechts. Hij loopt nou naar mij toe. Nou, we kunnen beter nu gewoon achteraan blijven gaan, ja. Want anders rennen ze weer weg en dan kunnen... En dan force! Ja, dat mag hij doen, ik heb toch... Nee, hij killt zichzelf! Wat een teamgenoot, jongen! Ja, dat was per ongeluk. Serieus? Na al die tijd? Ja. Altijd. Ja, hij deed die charge attack van... Oh, de teamgenoot is ook dood! Wie was er nog meer dood dan? Dat is toch Darkspear destroyed, ja! Ja, die was Sakura, die we nog nooit hebben gezien. Ja, oké. Wie backstab wie? Ja, ik backstab hem. Wat? Is hij nou... Ja, hij is dood. Ik weet niet hoe die dat allemaal dodgde. Hey, agressor! Agressor?
Ja, kom, we gaan terug naar het begin. Ik denk niet dat deze twee ons aanvallen in een 2v2. Nou, misschien wel trouwens. In een 2v2. Als er 4v2 was waarschijnlijk. Misschien, misschien niet. De kerel valt waarschijnlijk ons toch niet aan. Die Twin Blade Headbanger. Ik ja, dus hij is van die cliff afgegaan terwijl hij die Koro aan het achtervolgen was of zo dan. Nee, die ene invader heeft zichzelf gewoon echt van kant gemaakt. En die andere teamgenoot, die Jabba, die deed die trust attack met dat wind van die, hoe heet die speer nou ook alweer? Tailbone speer. Ja. En dan daarna draaide hij zich om. Op een of andere manier deed hij een backstep omdraaiend en toen sprong hij de rand af. Ik weet niet hoe hij het voor elkaar heeft gekregen. Maar he did it. Ja. Ja, shit happens. Het zal agressor zijn aan zijn wapen te zien. Mm-hmm. Heb je hem al gezien? Nee. Ja. Ligt niks. Balstand is terug. Doe wat blue aan. Correct. Zullen we vechten? Of ja, je kan even wachten of er een blue komt. Maar... ja, fuck ja. Ik haat ultra's zo erg, man. Nice, goeie afleiding. Ik heb agressor gekillt. Greedy. Ik snap... ah, deze keer is echt een parodie, jongen. Met die helm nu op gaan spelen. Oké, hij wil vechten. Oké. Blue staat uit. Dangerous. World Slayer Pika. Oh! Yeah, sure, let's fight. Pak hem. Ja, dat is wel een probleem. Precies weer hetzelfde, hè? Hij valt weer voor de... jongen, agressor valt precies voor hetzelfde als de laatste keer. Good game, agressor. Die twice to the same mistake. Hey, Jens. Hallo. Greetings. This blue isn't doing anything. Put your sign down. Yeah. Yeah, we'll get rid of the blue if you put it down, because it's useless anyway, probably. Yeah, he has... he has Shield of Wands and... a machete, but it's not Yorm's. What? Balsan, you're a fucking... oh, someone else joined on the left side. I don't know who that is, I saw his name, but let's go back and get Ian. Let the blue die, for all I care. Sure. You already there? There he is! Oh my god, it's a... He has Claymore, but also Shield of War. Yeah, this is funny, but just looking at it. What? This is pathetic. No hell! It's pathetic, this guy. I mean, I'm already laughing just by looking at his armor and his shield. Yeah, I think he is on par with that blue. I wish I could have seen those two fight in a 1v1. Oh, someone sent a message.
What? Is it? That's not Ian's. Did you get a message? He didn't send anything, right? I didn't. I didn't send anything. But then somebody's sending me private shit. Maybe hate mail. Maybe aggressor is it. Maybe he's like, God damn it, if it wasn't for the backstabs, I would have killed you. Nah, well, he's back. Well, it might be him then, but he's it's probably put not the password gonna, on, it's probably the not gonna be alive. Hate mail. My sign's down. I'm sending the blue away. This guy really wants to force me. Rayum lawyer or whatever, and Ian's. I'll get the other guy. Ian sucks. No, just kidding. True. Is oh, it's FID again. Yeah, he's gonna try to force. Laggy. Oh yeah, that's the lag guy with the sword spear. Yeah, that's true. Oh. Ah. Get him, Ian's. Wake him up. He does a gesture to you and you wake him up with an two ultras. I didn't see him do a gesture. GG boyo. It's simultaneous again. But really? I didn't see that. What? Well, you lag. You been practicing or something? No. Nope! Put tears on. Healed. Yeah, sure. They always use that. Rope. How shit. In the world? I'm fine. Oh shit! Wow. Oh my god, I rolled. What the hell? I did not roll that way!